welkom bij Altavista en welkom bij deze te gekke oud en nieuw special. Dit gaat echt heel erg vet worden. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan het jaar bespreken. We gaan wat mensen uitlichten. We hebben speciale gasten. We hebben zelfs nog een mail call. We hebben echt heel erg veel vette dingen. Ja, dit gaat echt een hele gaaf video worden. Misschien wel de gaafste video van het jaar. Nou goed, heel tof natuurlijk. Gaan we het jaar mee afsluiten. Zoals ik al zei, we gaan wat mensen uitlichten. Ik wil mensen bedanken voor afgelopen jaar. Het was namelijk een vol jaar. We hebben zoveel dingen gedaan. We zijn shops af geweest. We hebben een vette mailkast gehad. Mysteryboxen. Beurzen bezocht. Interviews gehad. Etcetera. Allemaal op YouTube. Maar ook zelf buiten YouTube hebben we heel vette dingen gedaan. Heel gaaf. En dat gaan we allemaal bespreken. We gaan veel mensen uitnodigen. Die hebben een video gemaakt. Die ga ik allemaal laten zien. En dat gaat echt heel erg tof worden. En zelfs nog een mailkast heb ik ook nog klaarstaan. Heel erg tof. Ja, het is oud en nieuw. Ik heb het glaasje vast klaarstaan. Dus ik zet hem heel eventjes aan de kant. Om wat ruimte te creëren. Heel erg vet. Allereerst inderdaad. Ja, we gaan een hele vette video laten zien van iemand die iets ingestuurd heeft. Allereerst begin ik met de fans. Ja, natuurlijk. We zitten al gaan richting de 20.000 abonnees. En dat is gewoon heel erg tof. En dan kan ik alleen maar, de mensen bedanken die dit kanaal volgen. Die de video's kijken. Dus vandaag heb ik een hele gave video gekregen van Brent Munsterman. Dat is inderdaad toch weer een van mijn eerste volgers. Een van de eerste mensen die het kanaal gevolgd hebben. En we doen dit natuurlijk al zeker een jaartje of drie. Ja, we gaan zelfs richting 4 in april. Heel erg gaaf. En die heeft een hele vette video gemaakt. Dus hier komt ie. Hallo Funko liefhebbers en Altavista liefhebbers van de vlogfilmpjes van Koen. Vanuit hier wens ik jullie hele fijne kerstdagen toe. En een gezond voorspoedig 2023. Ik sta hier voor mijn eigen Funko verzameling. Die ik allemaal gekocht heb op de beurs. En daar kwam ik Koen ook gezellig tegen. Misschien kom ik jullie daar ook tegen. Wie weet. Hele fijne dagen en maak er wat moois van in 2023. En wees vooral ontzettend lief voor elkaar. Dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Nou, de groeten. Dag, dag. Ja, dankjewel Brent. Heel erg vet als we elkaar inderdaad ontmoet tijdens de niet afgelopen Comic-Con, maar de voorjaarseditie in Utrecht. Dat was heel erg vet. Ja, en Brent inderdaad, die ken ik al een tijdje. Ik zeg al zeker een jaartje of drie inderdaad, dat hij de eerste reactie al plaatst onder de video. Hoe vet is dat? En nog steeds kijkt hij. Heel erg bedankt Brent. En natuurlijk alle andere volgers, alle andere mensen die reageren, et cetera, en de video bekijken. Hartstikke bedankt. Zonder jullie waren we niet zo groot geweest. En het maakt ook helemaal niet zoveel uit. Ik vind het gewoon leuk om dit te doen. Maar het is gewoon heel erg tof om jullie reacties te zien. Heel erg tof. Maar goed, ik wil ook veel meer mensen bedanken. Wie afgelopen jaar allemaal dingen hebben gedaan. Waar ik dingen mee heb samengewerkt. Zelfs wat er nog allemaal aan zit te komen. Dat gaan we ook nu bespreken. Heel erg gaaf. Maar allereerst wil ik een paar webshops eventjes bedanken. Daar heb ik geen video van. Maar ik wil ze zeker even bedanken. We beginnen namelijk met Tiny Titan. Echt wat Tiny Titan. Super bedankt wat je afgelopen jaar voor ons gedaan hebt voor Altavista. 10 giveaways hebben we weg mogen geven in de zomer. Hoe vet was dat? Elke keer weer een giveaway. Dat was echt heel tof. Elke keer kon je een waardebon van €20 winnen. Heel vet. Daar hebben we heel veel mensen mee blij gemaakt. En ik heb gezien dat er echt heel veel vette dingen van gekocht zijn. Ik heb berichtjes gekregen namelijk van dingen die ze gekocht hebben. Heel vet. Wellicht laat ik die over een tijdje nog een keertje zien. Maar dat was heel tof. Nogmaals, Tiny Titan, super bedankt daarvoor. De volgende webshop die ik zeker eventjes in het zonnetje wil zetten. Ja, jullie zouden het zien er misschien al wel aankomen. Moon Collectibles. Ja, Moon Collectibles. Wat je vorige keer hebt gedaan. Die vette Kerstmis Mystery Box. Zo erg tof. Echt heel erg gaaf. Ja, we hebben er gekregen heel erg veel. Waaronder deze adventkalender. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Nee, we gaan even kijken hoe we dat gaan doen. Komend jaar. Misschien elke video één vakje openmaken of zo. Of wellicht dat ik hem in twee luik doe. Geen idee. 24 mini pops zitten hierin. Heel erg vet. En die hebben we dus ontvangen via Moon Collectibles. Moon Collectibles, super bedankt ervoor. En ook natuurlijk nog veel meer wat we in de mystery box hadden gedaan. Dus dat is echt heel erg tof. En we gaan het komend jaar zeker zien. Ik zou zeggen, neem een kijkje op de webshop. Moon Collectibles. We zijn ook tegengekomen op de beurs. Afgelopen Comic-Con. Daar staan ze ook heel erg vaak. Heel erg vet. En we gaan zeker nog van Moon Collectibles niet af op de kanaal. Want we gaan nog veel meer van hun zien. Hoe vet wordt dat voor 2023? En de volgende inderdaad, Pikkepop. Ja, Pikkepop. Ook heel veel vette mailkast gekregen van Pikkepop. Waaronder bijvoorbeeld, en dan moet ik even kijken of ik die erbij kan pakken. Ja, waaronder deze, en dan moet ik zorgen dat het niet instort hier. Ja, waaronder bijvoorbeeld deze t-shirt pop. Dit soort dingen hebben we namelijk ook allemaal ontvangen via Pikkepop. En daar hebben we ook hele vette video's van gemaakt. En dat was ook heel erg tof. Dus vandaag Pikkepop, ook jullie super bedankt. En nogmaals, voor Tuin en Tuin, de Moon Collectibles, Pikkepop. En natuurlijk voor de rest ook een heel goed uiteinde. En de allerbeste, alle gezondheid voor 2023. Goed, dan gaan we verder met de video's. Ja, we hebben natuurlijk al een paar webshops gehad. Maar ik vergeet er nog eentje. Die gaat het zelf wel zeggen. Komt ze.
Beste Alta Vista fans en beste Koen, wij wensen jullie vast een gelukkig 2023 en een hele fijne kerstdagen. Tot volgend jaar! Ja, Funko Wheels, hoe kon ik het vergeten? Funko Wheels, super bedankt voor wat jullie afgelopen jaar voor ons hebben gedaan. Heel gaaf. En het leuke is, ik heb nog een pakketje. Ja, kreeg ik van Funko Wheels. Heel erg lief. Ik ga hem even nog voor jullie openmaken. Ik heb hem natuurlijk al een keer, ik heb hem al open gemaakt, maar ik laat hem nog een keertje aan jullie zien. Heel vette mailcall die ik nog niet heb laten zien aan jullie. En wat zit erin? Er zit een kaartje in. Hi Koen, wij willen je onwijs bedanken voor de video's en fijne gesprekken in 2022. Zo leuk om je te ontmoeten en kijken uit naar een vervolg in 2023 Funko Wheels. Nou, dat gaat zeker het geval worden. We gaan elkaar zeker zien. Heel erg vet. En ik heb een pakketje ontvangen en dat was echt heel erg gaaf. Wat zit erin? Even kijken. Inti Toy Zone Edam. Ja, kijk aan. Dat is 26 maart 2023. Ik neem aan dat ze daar ook staan. Ziet eruit als een kinderbeurs, maar ziet er heel erg gaaf uit. We gaan kijken of we daar tijd voor vrij kunnen maken om er even een bezoekje te brengen. Wat zit er nog meer in? Hele gave kerstbal. Kijk aan. Hoe vet is deze kerstbal? Kijk aan. We gaan hem zeker nog eventjes in de boom hangen. Heel tof. Ik leg hem eventjes hier neer. En dan hebben we nog een doosje bonbons. Kijk aan. Ja, echt waar. Nogmaals, dit hadden jullie niet hoeven te doen. Maar echt, hoe vet is dit kerstpakket? Heel erg gaaf. Kijk aan. Een doosje bonbons. Die leg ik mooi hier neer. En hoe kan het ook anders? Er zit ook een pop in, zeker te weten. Het is namelijk Sheriff Woody. Kijk aan, heel tof Sheriff Woody. We hadden normale Woody, hadden we al, Mystery Mini. Maar deze nog niet, dit is Sheriff Woody. En die hebben dus nou deze mailcall. Hoe vet is hij? Heel gaaf. Heel echt tof. Funko Wheels, onwijs bedankt voor afgelopen jaar. En ook Funko Wheels. We gaan hele vette dingen doen komend jaar. Dus ook dat gaat heel tof worden. Goed, dan gaan we naar de volgende. Die ook zeker niet mag ontbreken. Een grote man, een hele grote man, ik mag wel zeggen, een koning. Komt-ie. Mensen, Koning Protector hier. Hey, voor 2023, de allerbeste wensen. Veel gezondheid. Ik kan jullie vertellen dat dat het belangrijkste is natuurlijk. En dat we er een mooi jaar van mogen maken. Met veel nieuwe Funko's. En natuurlijk, protectors jongen, ongeluk zit in een klein hoekje, dus koop je protectors bij de enige echte Koning Protector. Ja, hoe kan het anders? De echte koning, Koning Protector. Zeker te weten, Koning Protector hebben we hele vette dingen afgelopen jaar mogen doen. Waaronder heb ik meerdere hele vette protectors mogen ontvangen. We hebben zelfs 2 video's gemaakt, heel vet. Een jaar geleden heb ik ook al eens een keer een video gemaakt. Maar afgelopen jaar hebben we de hashtag video's mogen maken. Heel vet, Koning Protector. Ik wens je ook het allerbeste voor 2023. Dit is die Koning Protector. Alle protectors zijn gemaakt van recycled, zuurvrij en helder pet plastic met een beschermfolie om je Funko Pops zo goed mogelijk te beschermen. Ja, heel erg. Keep them Funko Pops safe. Heel tof. En dat gaan we zeker doen. Koning Protector. Heel super bedankt. En ja, goed. Gaat heel erg vet worden voor komend jaar. Goed. Wat gaan we nog meer doen? Ja, we zijn natuurlijk op YouTube zijn we al een hele tijd actief. Maar in, moet ik even zeggen, volgens mij rond februari zijn we ook actief geworden. Ja, niet zo actief als YouTube. Maar een klein beetje op TikTok. Ja, en dat heb ik allemaal te danken aan één iemand. TikTok is natuurlijk zijn platform, dus ik ga hem niet in de weg lopen. Komt-ie aan. Yo, Alta Vista, Funkovader hier. Ik wil jou en je kijkers alvast een gelukkig 2023 toewensen. Let the Funkos be with you. Yes! Ja, zeker. De Funkovader. Heel vet. Funkovader. Onwijs tof. Ik heb jou ontmoet tijdens Boze Pop. Dat was heel erg vet. En het heeft mijn kinderen zelfs een pop laten signeren door jou. Heel erg tof. Ze zijn nog steeds blij mee. Ik heb nog eventjes uit de collectie gehaald. Bijvoorbeeld deze. Sien, dikke lach en knuffel voor jou, Funko Vader. Heel erg vet. Kijk aan. Hij heeft hem gesigneerd. En dit is Sien, omdat zijn bijnaam Simba is. Dit is de pop die hij op de kamer heeft staan. En het was heel erg tof om jou te ontmoeten. En ik wens jou ook het allerbeste voor 2023. En heel veel succes met jou. TikTok-kanaal. Nogmaals mensen, als jullie hem niet kennen, Funko Vader, check hem op TikTok. Heel erg gaaf. Ja, hij maakt zulke video's. Ja, ik kan er niet. Ik ben daar niet grappig genoeg voor. Maar echt waar, Funko Vader, geweldig. Echt waar, je doet het super gaaf. En we gaan elkaar 2023 zeker middenkaal ontmoeten, spreken en hele vette dingen doen samen. Heel tof. Goed, wat hebben we dan meer? Ja, de volgende ook heel erg vet. En daar komt binnenkort komt er een video voor. Het is naar Boy de Wit. En ik laat hem zelf even het volgende zeggen. Komt-ie. Een goedemiddag. Dames en heren, jullie kennen mij natuurlijk van de Collectors Waffle Groep. Achter mij zien jullie de mooie stickers. En vanuit mij
naar jullie en natuurlijk voor mij met mijn vrouw, maar die komt nooit in beeld. De beste wensen voor het nieuwe jaar. En dat we allemaal onze collecties, net zoals die van ons, nog groter mogen laten worden. En ik hoop jullie graag te zien bij de Collectors Waffle Groep. Volgend jaar krijgen we nieuwe dingen. Meer mystery boxen. En natuurlijk, het is altijd shaky, shaky, shaky time. Tot volgend jaar. Ja, Borduit van de Collectors Waffle Groep. Kijk aan, dit is de sticker van de, met het logo erop. Heel erg gaaf. De Collectors Waffle Groep, heel vet. Borduit, die trouwens ook mede is, die beheerder van de Facebookgroep die we beheren. De Kruidvat Altivista Groep. Zitten ook op tegen de 2000 abonnees, zitten we daaraan. Heel vet, hoe gaaf is dat? En dat doet Borduit ook, die doet de berichten ook mede goedkeuren. Dus Borduit nogmaals, super bedankt daarvoor. En ook jou wens ik het allerbeste voor het nieuwe jaar. Heel erg gaaf. En dan, ja, we gaan lekker verder. We gaan verder met de volgende gast. Ja, deze eentje, die kunnen we ook wel even, die mogen we wel een aankondiging geven. Ja, jullie zien natuurlijk het logo van Altivista. Jullie zien heel de huisstijl van Altivista, de banner, de stickers, et cetera. Ja, ontworpen niet door mij, maar door iemand die daar echt waar de meester is daarin. Het kan er maar eentje zijn. Hier komt ie. Hoi Koen, Maupie hier. Via deze weg wil ik jou en je volgers hele fijne kerstdagen toewensen. En bovenal een gezond 2023. Mazzel. Ja, het is Maurice. Heel erg vet. En we hebben natuurlijk, Maurice, afgelopen jaar zulke vette dingen hebben gezien. Waaronder bijvoorbeeld deze stickers heeft hij gemaakt voor ons. Heel erg gaaf. Die hebben we uitgegeven tijdens diverse beurzen. Dat was heel erg vet. Ik heb nog een zakje stickers ontvangen met van hem. Kijk, dat is deze. Met die andere stickers die hij maakt. Kun je trouwens allemaal bestellen bij hem. Heel erg gaaf. Dit is de Dutch Funko Fan. Stickers, heel vet. En gaan we die ook gewoon stickers van weggeven hoor. Dus heel erg tof. En we hebben natuurlijk, ja, en die laat ik gewoon nog een keertje zien. Er waren deze pakketjes tijdens Fun Days. Ik laat ze gewoon nog een keertje zien. Even kijken, dus even wel een beetje voorzichtig uitpak weer. Want ik ben er heel erg voorzichtig mee. Kijk, en dat was deze. Dat was deze Mystery Mini. En ik ga hem eventjes hier laten zien. Kijk aan, van de Flash. Heel erg vet. Die hebben we ontvangen. En dan hoor ik je zeggen, ja, is dat zo'n speciale Mystery Mini? Jazeker, want daarnaast kreeg ik nog een pakketje. En trouwens een heel gaaf t-shirt hoor. Ja, dat ik trouwens wel aan kunnen trekken, t-shirt. Ja, maar goed. Ik heb het nou bij deze set gehouden. Maar het is deze, kijk aan, de prototype. Heel erg vet. Het leuke is, ik heb hier een hardcase voor gevonden. Waar ik ze mooi in kan zetten. Allebei samen. En dat is heel erg gaaf. Het komt er binnenkort aan, dus laat ik ze nog een keer zien. En deze heb ik ontvangen via Maurice. Echt wel erg vet. Niet alleen via Maurice trouwens. Ook door Garlic Funko. Ook jullie heel erg bedankt. Garlic Funko, sorry, ik was het bijna vergeten. Maar ook jullie heel erg bedankt. Heel erg vet was dat. Dus ja, ik wens jullie ook allemaal het allerbeste toe voor 2023. Heel erg tof. Goed, hebben we dan alles gehad? Zeker niet. We hebben afgelopen jaar ook gedaan. Ze waren misschien al eventjes bezig. Maar goed, elke vrijdagavond om 8:30 is het zover. Zit ik met de kinderen voor de televisie. Ja, waar zitten we dan te kijken? Voetbal? Nee. Zitten we een andere spelshow te kijken? De Masked Singer? Nee, absoluut niet. Het is namelijk tijd voor de Bambi de Boot Show. Wij van de BAM, Billy en Bocio wensen jou en Altivista een hele fijne en gelukkige, weet ik veel, kerst, oud en nieuw, alles gewoon, weet je? Dat het maar een heel mooi nieuw jaar mag worden voor Altivista en alle kijkers. En alle kijkers, ja. Nou, beste wensen, fijn jaar en we zien elkaar weer bij de BAM Billy Bocio. Dat het maar een topjaar mag worden, jongens. Later Altivista, rustig aan. Later Koen. Ja, de BAM Billy Bocio. Hoe vet is dat? Elke vrijdagavond 8:30. Heel erg tof. Ga er kijken. Heel erg super hoe die gasten dat doen. Wat is het? Het is een stream op Twitch. En dan zie je Duck Races voorbij komen. Dat is heel erg gaaf. Kun je pops winnen. Dan kun je meedoen met de bingo's. Bingo's doen ze af en toe. Prijsvragen. We zitten ook allemaal in speciale teams. Ik zie bijvoorbeeld in Team Avengers. Heel erg gaaf. Met meerdere mensen. We staan met Koning Protector. En met Boy de Wit. En met Maurice, et cetera. Zitten we daar te strijden tegen andere teams. Bijvoorbeeld Team Animate. Waar bijvoorbeeld de Funkovader in zit. Hoe gaaf is dat? Lekker strijden tegen elkaar. En dat is elke vrijdag een superfeest. Nogmaals, ook voor jullie het allerbeste voor 2023. En dan ga ik elkaar gewoon elke week zien. Hoe vet is dat? Goed, Bam Billy Boat Show, tof. En dan gaan we nog heel eventjes de grens over, zeker te weten. Ik had trouwens, die wil ik trouwens nog wel zien. De Bam Billy Boat Show. Daar hebben we bijvoorbeeld deze pop van ontvangen. Heel erg gaaf, deze hebben we vorige keer gewonnen.
Ja, de Batman, heel erg vet. Die begon tijdens de vorige Duck Race. Hoe vet is dat? En ik kan jullie al vertellen, er komt binnenkort een mystery box aan. Tenminste, die hebben we al binnen. En die gaan ook lekker in boxen, die we ook via de Ben Bully Bot Show hebben gekregen. Dus ja, hier zijn ook van de Ben Bully Bot Show, ook op dit kanaal nog niet af. Dus daar gaan we nog een vette video van maken. Hoe vet is dat? Goed, en dan nog meer. We hebben nog meer. We gaan de grens even over. Zeker tweeën. Allereerst gaan we België aandoen. Ik heb namelijk, en ik weet niet of jullie dat nog weten, een jaartje geleden zijn we ermee gestopt helaas. Het ging even niet goed, maar ik heb namelijk elke keer, was ik toch al bij de Comics on Comics. Ik weet niet of je het concept kennen. Daar waren we met meerdere Funko-verzamelaars, voornamelijk uit België. En daar hielden we een stream als het ware. En dan konden we op post laten zien bij mystery box, unbox, et cetera. Dat deden we met meerdere mensen, maar waaronder met onder meer met deze man. Komt-ie. Hey, dag Koen, Stef van Poeken hier. En niet de kerstman, ook al zeker steeds meer zo uit. Van op een nieuwe locatie, volop in verbouwing en verhuizing. Ik wens jou en al je abonnees prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar. En wie weet maak ik volgend jaar op YouTube wel mijn comeback. Spannend. Salut! Juist ja, Stef van Poeken. En Stef Poeken, ook voor jou de allerbeste voor 2023. En ik hoop dat je je comeback inderdaad gaat maken. Dat we weer hele vette streams kunnen doen. Want dat was gewoon onwijs heel gaaf. Dat deden we vaak op maandag, dinsdag gingen we live. En dan postte ik hem meestal aan het einde van de week. En dat waren echt hele gave video's waren daar. En die kon je allemaal zien ook op het YouTube kanaal van Stef van Poeken. Comics on Comics. Daar waren de video's vaak te zien. En vaak deed ik nog een compilatie op mijn eigen kanaal. Dat was echt heel erg vet. Goed, en gaan we verder in het buitenland. We hebben natuurlijk nog meer buitenlandse gasten gehad. Waaronder de volgende man. Hoewel man, hij doet eventjes een boodschap inspreken met zijn hele team. Komt-ie. Happy Holidays from the Pop Price Guide team. Ja, het is Christian Brown van Pop Price Guide. Dat was heel erg gaaf. Mijn eerste Engelstalige video die ik maakte. Ja, ik weet het, mijn Engels is niet al te best. Maar nogmaals, ik ga het nog één keer proberen. Christian Brown, thank you very much for everything you done the last year. And I give you the best wishes. So, daar gaat hij alweer. The best wishes for 2023. Oké, ik hou het hierbij. Heel erg gaaf. Ik wil trouwens eventjes in de video eventjes iedereen even opzommen. Het is Alex, Chris, Christian, Isaac, Timo en Zach. Dat zijn de mensen inderdaad die hier net voorbij hebben gekomen. Allemaal werkzaam bij Pop Price Guy, oftewel de Hobby Database. Maar dit is de afdeling Pop Price Guys. En waar kennen jullie van Pop Price Guy? Ook de Funko app wordt door hun in principe gevoed. Zo moet je het eventjes zien. Ja, willen jullie nog zien inderdaad wat er allemaal inhoudt? Check die video nog een keertje. Heel erg vet was dat. En dat was dat het. Nee, we hebben nog één internationale video die ik binnen heb gekregen. En dat is heel erg gaaf. Dit is een Funko Pop kanaal op YouTube. Die zijn afgelopen jaar zijn ze gestart. En ik heb best wel wat contact met ze om wat tips uit te geven over hoe je video's moet maken met thumbs, et cetera. En heel erg gaaf. Het zijn twee mannen van Tils Pops. Hier komt ie. Woo! To all the viewers from Hasta La Vista and the Netherlands. What of it from Tills Pops, baby, and have a happy holidays. Mm-hmm. And a Merry Christmas, too. Woo! And also New Year's. Hey. What of it? Ja, Tills Pops, thank you very much. And I give you the best wish for 2023. Super awesome. Awesome videos you made. And we see each other in the next year. Echt heel gaaf. Gaaf kanaal. Ik ga het zeker volgen. Ze zijn echt heel enthousiast. Hè? Af en toe dan denk je inderdaad van, zouden ze het helemaal nuchter doen? Maar geloof mij, dat doen ze. Heel erg vet, die twee. Hoe ze inderdaad de mystery box openmaken. Mailcard behandelen, et cetera. Dus ga daar ook zeker kijken. Heel erg vet. Tills Pops. Ja, tot zover ik iedereen. Ik weet zeker dat ik nog heel veel mensen vergeten ben. Maar ik wil gewoon iedereen wil ik nogmaals bedanken die geholpen hebben aan het kanaal. Iedereen die gekeken hebben. Iedereen dingen die opgestuurd heeft. Niet afgelopen jaar, maar ook de jaren daarvoor. Ik ga zeker nog binnenkort bij een jubileum ga ik allemaal andere mensen nog een bedanken. Maar ik wil deze sowieso al deze mensen eventjes in het zonnetje zetten. Maar nogmaals, iedereen die gereageerd heeft, iedereen die gekeken heeft, hartstikke bedankt. Ik wens jullie het allerbeste toe voor 2023. Al het gezondheid, al het geluk. Dus ik hoop dat het helemaal goed gaat komen. Ja, ik kan zeggen, er gaan hele gaaf video's maken in 2023. Ik ga het niet missen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je mist? Heel simpel, ik zeg het elke keer weer. Maar deze keer ook nog een keer. Hieronder kun je abonneren. Doe dan druk op dat belletje. Als je op dat belletje drukt, krijg je een melding. Als die nieuwe video online staat. Ik zie het weer vandaag. Misschien wel de gaafste video van het jaar. Hebben we waard. Hè? Best to last. Dus heel erg tof. En aan die kant kun je ook een duimpje omhoog geven. Dat zou ik ook heel tof vinden. Ja, ik ben heel erg benieuwd.
ja goed, wat gaan jullie doen met oud en nieuw? Hebben jullie nog dingen in bestelling staan? Gaan jullie nog gave dingen doen op Funkelgroep 2023? Laat weten in de comments en dan pak ik er een glas bij, want dan is het zover. We gaan toosten op het nieuwe jaar 2023. Genieten van vanavond. Voorzichtig met vuurwerk. Eet niet veel oliebollen, et cetera. En dat gaat er helemaal goed komen. En dan zien we elkaar in het nieuwe jaar met een te gekke nieuwe video. Ik zou zeggen jongens, proost op het nieuwe jaar. Groetjes, doei. Hoi!